was een beetje enthousiast, zal ik maar zeggen. Tesseltrip 2023. We zijn bezig met de terugreis. Deskazolli namens Kasper. Wil je heenreis kijken? Dat kan, hè? Playlistje. Tesseltrip 2023 heenreis. En ook staan er nog wat leuke Deskapje-video's op. Plus wat GoPro-video's van het eiland zelf. Maar we zijn nu dus bezig met de terugreis. Wij verlaten hier Aida's snackwagen. We rijden nog steeds op de N307. Even een korte pitstop gemaakt. Want ik kakte een beetje in. Nou, ik zal je wel even vertellen hoe dat nou komt. Die avond daarvoor zijn we naar Kennissen geweest. Op het eiland. Café de Kuip. Als je daar bent, in de Koog, neem even een bezoekje aan Café de Kuip. Mooi café, mooi bruin café. En daar hebben we eigenlijk een beetje te lang doorgezakt. Om het zo maar te zeggen. En het was zo gezellig dat we ook nog weer in het huisje nog weer wat glaasjes gedronken hebben. Dus Basje was niet meer zo fit, zal ik maar zeggen. Maar goed, even een korte stop. We gingen hier net over de houtripsluizen. En wij volgen zometeen de N307 op naar Dronten. Dat is trouwens het eindpunt van deze video. Tot aan Dronten. Jawel. We zijn dus nu in Lelystad. Ga je zometeen hier nu naar Rotonde straks naar rechts. Dan zit je in Bataviastad. Hé, hey, dat is heel bekend. Oh, zekers. Dat is eigenlijk hier zo. Hier naar rechts zit je in Bataviastad. Wij gaan daar niet heen, helaas. Nou ja, ik had ook helemaal geen puff meer aan. Wij pakken zometeen de tweede rotonde, de tweede afslag. Nee, de derde afslag. En zitten we op de houtripweg. Zie je dus afrit Bataviastad? Jawel. Voor de dames onder ons. Even lekker shoppen. Dan krijgen wij vervolgens de houtrip weg. Bataviastad. Nu krijgen we de houtrip weg. Hierzo. En dan zitten we weer op de houtrip weg. Dat is dus die N307. Die gaan we volgen tot aan Dronten. Helemaal tot aan Dronten. En let op, wat hier zo meteen aan de rechterkant zit. Een golfclub. Golf. Oh, lekker golf. Oh, golfclub Flevoland. Heel toepasselijk trouwens ook. Oh, lekker golf. Oh, ik hou op. Zit hier bij de volgende rotonde. Ook kun je dan af naar Strand Houtriphoek. Is ook nog een parking. Parkeerplaats. En ook zit daar nog een eetcafé De Beats. Erg toepasselijk. Strand, hout, rib, hoek. En hoek, hout, rib, hoek, strand. Pff, lekker. Scrabblewoordje. Maar we gaan nog steeds rechtdoor. We volgen dus nog de N307. Hiernaast zit trouwens die golfbaan. Hoeveel holes zitten dingen trouwens? Kijk hoor. Overzicht. Ik krijg ook een review. Oké. Ik krijg er 4,2. Met de tekst vriendelijk ontvangst en goed onderhouden golfbaan. Hele gezellige dienst gedraaid met Gerda. Hoe de hel is Gerda? I don't know. Oh Gerda. Leuke baan, ligt er mooi bij. Niet super druk, dus je kunt lekker rustig spelen. Geen horecavergunning. Oh. Attentie. Geen horecavergunning. Ai, ai, ai. Hier is die rotonde. Dat zal waarschijnlijk wel de eigenlijke club zijn, het restaurant, waar ze dus geen horecavergunning hebben. Nou, dan gaan we dus nu de eerste afslag. Rechts zit je bij de golfclub. Wow! Wij gaan rechtdoor. Pak je de derde afrit, dan zit je dus richting die strandhoutriphoek. Scrabble. Maar wij volgen dus die N307. Pakken wij een flauw bochtje naar rechts, zitten wij zometeen bij kinderspeelplaats. Krijgt een 3,0. Klein en eenvoudig, veilige speelplaats. Twee bankjes voor de ouders, opa's, oma's enzovoort. Jawel, ooms. En we hebben ook nog een afritje, dan zit je Overstag. Ja, zo heet die weg, Overstag. Dat is hier zo. Maar wij volgen nog steeds de houtripweg N307. Goh, ik ben een keertje bij, joh. Normaal krijg ik al van die rampzalige inspreekvideootjes. Valt nou wel mee. Ik
krijgen we weer een kleine afrit naar rechts toe. Dat is de Veldweg. Maar ik zie wel een veld liggen naast me, dus ik weet niet waar die weg is. Die is er gewoon. Oh, jij bent zeker de leukste thuis. Ja, zeker. Hier is die Veldweg. Krijgen we zometeen weer... Ja, het wordt een beetje verbreed de weg. Krijgen we weer een splitsing. Eerst links zit je op de houtribweg alweer. En rechts zit je op de zuigerplasdreef. Wat een naam. Waar woon je? Ik woon aan de zuigerplasdreef. Oh. Ja, het lekker stofzuigen. Ja, dat gaan we doen. En dan hebben we zo meteen nog het rangeertrein van de NS aan de rechterkant zitten. Wauw. Kijken of we nog wat trein zien, ja. Hier is die afrit. Houtribweg. En nu rechts zit je op de zuigplasdreef. Ik wil eigenlijk wat zeggen, maar ik hou me in. Zal ik even lekker gaan zuigen? Nee, ja, stofzuigen doe ik dan, hè? Stofzuigen. Stofzuigen. Bah, vies fuck. Nee, is het alleen stofzuigen? Oh. Ik krijg zo meteen onder een stoplicht. Wauw. Hier hebben we nog de houtribweg. Hier ga je alleen heen voor het rangeertrein van de NS. Ja, staan wat treintjes, zie ik. Ja, staan wat treintjes, jee. Stoplicht. En dan kun je af naar de IJsselmeerdijk. Ja, staat nog een dubbeldekker. Dan krijg je zo een rotonde. Kun je ook af. Dan zit je op de Binnenhavenweg. Is de Binnenhavenweg? Het is heel flauw dit. Echt heel flauw. Er wordt nog een klein beekje naast ons aan de linkerkant. Dat is de Karperstocht. Karpertocht. Misschien dat daar wel karpers in zitten. Ik heb geen idee. Ik ben helemaal niet bekend met vissen. Dus zeg altijd, hè? Als je vrijgezel bent, dan ga je vissen. Nou, nu ben ik toevallig vrijgezel. Hé, plastic. Rechterkant, plastic. Nou ben ik een vrijgezel. Maar ik vind vissen eigenlijk geen bagger aan. Ja. Nou, je moet het leuk vinden. Maar ik vind het niks aan. Mijn mening, hè? Oké, tot onder geweest. Nu gaan we zo meteen... gaat die Binnenhavenweg over ons heen? Huh, nee. Ja, het is een brug. Oh, schok al. Anders krijg je van die rare streep op je auto. Echt, serieus. En dan hebben we ook zo meteen nog een beekje aan de rechterkant. Dat is de houtribtocht alweer. Kijk, hier gaan we over die onder de Binnenhavenweg door, Kasper. Dan ging het zo goed. Oh ja. Dat zou ik. En krijgen we weer een roundabout. Dat is de afrit en de oprit naar de A6. Die gaat naar Amsterdam. Waar ligt het dan? Amsterdam. Dat is deze afrit. Oprit. A6. Richting Amsterdam. Of je kunt naar Emmeloord. Dan ga je door naar Sneek. Heerenveen. Gaan wij niet doen. Wij volgen gewoon lekker die N307. We gaan niet naar Heerenveen. Hier is dan ook nog weer een op- en afrit van die A6. Lelystad 11 is dat trouwens. Afrit, oprit 11, A6. Lelystad Noord. Maar wij volgen de N307. Wauw. Op naar het mooie plaatsje Dronte. Dronte, 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 Dronte. Dit is weer een hele foute video. Dan krijgen we weer een... Ja, dit is het aardig. Voor mij gaan we door. Nee, die gaat voor mij onderdoor. Dat is de Swifteringweg. Swifteringweg. Ja, ik moet goed oppassen wat ik nu zeg. Want er waren wat kijkers. Die hadden mij al gecorrigeerd. In een aantal wegen, straten. Waar ik reed. Daar ben ik trouwens heel erg blij mee, hoor. Met dat. Je mag ook altijd corrigeren als ik iets niet goed zeg. Doe het dan wel netjes, weet je wel. Dat mag altijd. Nu zitten we trouwens op de Overijsselse weg N307 nog steeds. Met prachtige windmolens. Oh, wat een mooie windmolen. Wauw. Kijk eens. Wat een mooie wieken. Wat fantastisch. Wauw. Wat mooi. Wat een mooie windmolen.
En dan zie je daar nog aan de rechterkant nog een spoorlijn lopen. Dat is een spoorlijn naar Zolder toe. Stopstok in Dronten en in Kampen Zuid. Jawel. Oh, Kampen heeft een station. Ja, Kampen heeft zelfs twee stations. Kampen Zuid en Kampen Centraal. Kampenlijntje. Kampen Zuid is dus de spoorlijn die dus nu aan de rechterkant bevindt. Die komt daar langs. En stopt hij daar ook? Ja, hij stopt er ook. Ja, ik denk alleen plastic wat daar stopt. Denk ik dan. Ja, oké. Okay. Ik vind het wel mooi trouwens. Als je hier een beetje in het voorjaar rijdt. Dat is nog wel een tip van Flip. Dan zijn al die velden zitten, zijn allemaal bloemen. De mooie bloemenvelden. Velden. Hier wordt over het algemeen bloemen geteeld. Maar ook heel veel aardappels. En ook heel veel uien en heel veel peren. Hoe weet ik dat? Nou, heel simpel. Ik heb hier een keer een excursie gehad, een rondleiding, bij een boer. En die tilt dus aardappelen voor de Avico friet. Dus het was een leuke dag. Eerst bij Avico geweest en uitleg gekregen. En vervolgens kregen we een rondleiding. We gingen langs drie boeren. En die lieten dus de aardappels zien aan ons. Mooie grote aardappelen. En die werden dus allemaal verwerkt door de Avico. Dat is erg interessant. Ja, ik vond het een erg interessant dagje. Maar dan hebben ze dus eigenlijk maar dus één product. Aardappelen. En dan doen ze dus ook uien. En dan ook, weet je wel. Dan heb je dus twee producten die je dus kunt verkopen. Dat je niet alleen maar leunt op die aardappelen. Want ja, soms heb je een slechte oogst. Ja, en dan heb je alleen maar geld voor die aardappelen. Om te zeggen. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Zo uitleg. We krijgen zo meteen weer een rotonde. En dat is een dubbele rotonde, lijkt het wel. Dan zit je op de N710 als je dan afslaat. Dan ga je richting het mooie plaatsje Binninghuizen. Hey. En dan ga je nou die andere kant op. Dan zit je bij Zwifterband, Zwifterband. La 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 la. Zwifterband, Zwifterband. Daar lus ik wel worstjes van. Nou, oké. Okay. Maar goed, dat is dus die kant op. En nog steeds bevindt zich de spoorlijn rechts. Lelystad, Zwolle. Stopste, Dronten en Kampen West. Kijken of we nog heel toevallig nog een trein voorbij zien komen. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Pff, oh, dit is zo flauw dit. Ik vind het zo flauw, moet nagaan. Ja, vind ik het duurt wat langer, want we doen het nu van plaats naar plaats. We gaan dus nu naar Dronten toe. Volgende week doen we van Dronten naar Kampen. En dan die laatste week doen we van Kampen naar Zolder toe. Dan hebben we de Tesseltrip weer achter ons liggen. Ik denk dat het laatste stuk een stukje gaat timelapsen. Want dat stuk hebben we al zo vaak gereden al, met de cam. Mocht je trouwens nog meer video's willen zien, dan kan dat, hè. Kijk even op mijn playlisten. Daar vind je van alles nog wel terug. Ook vind je daar games en wat random video's. Doen we wat testvideo's met camera's. Ook hebben we daar Lego op staan. Kortom, een beetje veelzijdige kanaal. En als je dat dan leuk vindt, mag je ook gelijk even abonneren. Zo maar zeggen. Dat zou ik heel erg tof vinden. Hier is die rotonde trouwens. Toch? Ja, dit is de, ronde, ja, dit is de weg naar Zwifterband en naar Binninghuizen. Binninghuizen is erg bekend. Ja, klopt, ja. En ook in de buurt trouwens van Walibi. Walibi. Is ook in deze hoek. Binninghuizen, dat was dus deze afrit. Dan zit je dus op de N710. En wij volgen de N307 nog steeds richting Dronten. En dan komen we ook zo meteen in de buurt. En hier wordt het weer één baans. Soms is het een poosje twee baans, soms is het een poosje één baans. Het laatste stuk trouwens, vanaf Kampen naar Zolder toe. Dan zit je op de Dodenweg. Ik denk dat stukje dan wel werkt. Waarom heet dat trouwens de Dodenweg? Nou, omdat daar vrij veel zware ongelukken gebeuren. Plastic! Rechts! Plastic! Drie keer plastic! Plastic fantastic! Trein! Plastic trein! Wauw! Maar dat is dus de Dodenweg. Daar gebeuren heel veel ongelukken. Hele grote en zware ongelukken. Dus daarom heet dat dus ook de Dodenweg. Daar gaan we overheen in het laatste deel. Dus dat is over 2 weken van nu.
Want dan doen we een rondje Dronten naar Kampen. En dan doen we Kampen-Zolle in zijn geheel. En dan doen we vanaf de snelweg A8. En dan doen we hem eventjes met een timelapse. Want dat stuk hebben we al zo vaak op de video staan. En dan gaan we beginnen met Duitsland trip. Intro's klaar, outro's zijn klaar. Dus dan gaan we niet beginnen bij het begin. Dan beginnen we eigenlijk al in Duitsland. We zijn vlak over de grens. Zijn we gestopt even voor een bakje koffie. En dan gaan we daar gaan we dan ook beginnen met de deskcam video's. Want ook dat stuk heb ik al vrij vaak gereden. Van die parking naar Zolder toe, Zolder naar die parking toe. Apeldoorn, Arnhem. Dat heb ik al vrij vaak gereden. Ook, daar zijn al video's van. We zijn een keer naar Burgersboes geweest. Daar heb ik al een keer een video van gemaakt. We zijn een keer moest ik daarheen voor een cursus naar Arnhem toe. Dus die video's staan er ook al wel. Dus we beginnen dan lekker al in Duitsland. Wordt een leuke video trouwens, wordt een leuke serie. Ik denk ook wel dat ik daar de rest van de winter mee doorkom, zou ik maar zeggen. Met die serie. En dan doen we, als we daar aan zijn gekomen, of we doen het tussendoor. Ik heb ook heel veel GoPro video's gemaakt tijdens de vakantie daar al, tijdens ons verblijf. We gaan naar Karlsruhe, we hebben een dierentuin, we hebben een dam, we hebben van alles nog wat. Komt allemaal voorbij op dit kanaal. Dus in de winter zit je gewoon lekker. Dat is een trip. 2023 te kijken, jongen! Hier komt een weg bij ons. Die sluit aan. Dat is de weg uit Zwifterband. Ben je uit het verband? Nee, Zwifterband. Die komt hierbij. Het zit hier een beetje druk. En er zit ook nog een Febo hier. Hey. Moet je nu gelijk naar rechts toe. Dan zit je bij de Febo. Drive Fast Food. Oeh, zoals een fast food restaurant. Febo! Dit is de eerste oude weg naar Dronten toe. Maar we pakken de nieuwe weg. De N307. Die oude weg blijft parallel met ons mee rijden. Dus mocht je die oude weg wel pakken. Niet getreurd, gewoon die weg blijven volgen. Dan kom je vanzelf weer terug op die N307. Jawel. En dan bevinden we ons nu aan de rechterkant Dronten. Ik heb ook nog een keer een auto gekocht. Ja, ook hier heb ik een auto gekocht. Dat was mijn eerste Ford Fiesta. Die ik toen hier gehaald heb. De zwarte. Er zat totaal geen tractie in. Totaal geen snelheid. Dus heb ik gauw weer ingeruild voor een witte. En vervolgens heb ik die weer ingeruild voor een dikke ST-Line, jongen. Ik heb nog een dikke ST-Line. Er zit tenminste een beetje PK in, zou ik zeggen. Rechts is nu het mooie plaatsje Dronten. En dan zijn we ook weer binnen aangekomen aan het einde van deze video. Zo, dan krijgen we nog een rotonde. Dat is de N307. Die komt er, de N305 komt daarbij. Dat is een weg die komt van, ja, dat is, dan moet je naar rechts toe. En dan zit je op de weg richting Walibi. Wij gaan dan ook weer rechtdoor. Wij volgen dan nog steeds die N307 Hanzeweg. Maar ik ga vast even afscheid van jullie nemen, want er komen verder geen op- en afritten meer. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Jou bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet even om te abonneren. Geef een luid die bel, dan blijf je op de hoogte van de video's die ik hier upload. En dan gaan we volgende week verder met Dronten Kampé. En dan zeg ik tegen jullie alvast de groetendoedels en een dikke, dikke dag. Mooi!